één klein positief punt. Het is wel even geleden dat wij thuis hebben verloren. Ja, positief. Die reeks hadden we graag verder gezet vandaag natuurlijk. Alleen, het was een mooie wedstrijd geweest. Eigenlijk belangrijk voor de achtste plaats. Ja, en dus doodzonde dat we op deze manier verliezen. De wedstrijd vandaag was een beetje anticlimax. Als je kijkt naar Europees voetbal. Ja, inderdaad. Als je deze wedstrijd had gewonnen of in ieder geval gelijk had gespeeld, dan stond je er beter voor. Maar nu heb je verloren. Maar zolang het theoretisch gezien mogelijk is, zullen we er alles aan doen. Ja, we zijn een beetje weggecounterd door Groningen. Ik denk dat we het beste van balbezit hadden, het beste van het spel. Alleen, ze waren een stuk efficiënter vandaag. Lag het tactisch niet goed bij ons? Nee, ik denk niet dat het tactisch probleem was. Ik denk, het probleem is gewoon dat we bepaalde duels verloren, waardoor zij konden omschakelen. En, zoals die 1-0, die mag eigenlijk niet vallen. En de 3-1 volgens mij is ook een persoonlijke fout dan. Ja, en dat hebben we cash betaald vandaag. Maar als je kijkt naar het spel van Groningen en naar ons spel, is het dan terecht? Als je kansen niet benut. Als je naar de statistieken kijkt qua veldspel en balbezit, dan zou je zeggen dat het niet terecht is. Maar als je de wedstrijd hebt gezien en je ziet dat wij de tweede helft ook mogelijkheden hebben die we niet schieten. En zij een lesje effectiviteit hier geven en elke kans benutten, dan denk ik toch wel dat het terecht een nederlaag is. Ja. In hoeverre misten wij een aanspelpunt, oftewel Amateros vandaag? Ja, Ben is wel een heel ander type spits natuurlijk, maar ik denk dat hij wel een paar keer goed de snelheid gebruikt heeft in de hoeken. En zoals gezegd, van de eerste helft hadden we een aantal goede kansen en het verschil is dat zij er 2 in leggen en wij 0, dus echt doodzonde. Wat nemen wij mee? Ja, dat het snel kan gaan in het voetbal met zo'n wedstrijd. Als jij 2 kansen niet maakt en je staat niet goed bij de omschakeling, dan liggen de ballen in het netje op dit niveau. Maar lag het alleen aan de omschakeling vandaag? Van Groningen dan? Ja, ik denk dat we de eerste helft veel meer balbezit hadden. Ik denk dat we van de 45 minuten, 40 minuten lang de bal hadden en voetbalden. En het was echt zeker niet slecht. Alleen wij krijgen 2 kansen met Bruno en ik. En ik mis hem die ik gewoon moet maken de eerste helft. En zij krijgen de 2 en het staat er achterin even niet. En het is 2-0, 0-2. Wat neem je mee naar de volgende wedstrijd, naar de aanleiding van deze wedstrijd? We nemen mee. Ik denk we moeten de goede punten meenemen. We hebben veel kansen gecreëerd. Alleen ik besef ook wel dat we ze moeten maken. Dus het is allemaal leuk en aardig om goed te voetballen. Alleen uiteindelijk gaat het om de cijfers en die zijn in ons nadeel vandaag. Dankjewel man.